Mijn naam is Sjoerd van Bilzen. Ik leg een vergrootglas op eigenaardigheden van specifieke modellen of praat u bij over bijzondere items op een auto. Welkom bij Sjoerds Weetjes. De DS7 Crossback en een van de hele mooie, bijzondere features op deze auto, dat zijn zijn lichtunits. En die zijn eigenlijk al veel besproken, want kijk eens in die unit. Ik zal even de auto ontgrendelen, wat er dan gebeurt met die elementen, drie stuks. Ze draaien om 180 graden. En als je dan aan de zijkant van die unit kijkt, dan zie je daar zelfs het logo in. Het merkwapen van DS, de aanduiding DS. Maar weet u dat voor deze constructie de bedenker heeft gewerkt met Lego om dat te kunnen realiseren? Ja, Lego, die kleine steentjes uit Denemarken, die gaven uiteindelijk de doorslag voor de constructie van deze lichtunits. Ja, bijzonder hè? Ik denk dat Lego zelf het ook niet weet. Het is overigens technisch Lego. Het is alweer 5 jaar geleden. En toen kwam er bij DS een stagiaire. En die stagiaire die kreeg de opdracht om de lichtunits te stylen van de DS6, een model voor de Chinese markt. Ja, en dat vond hij maar een saaie bedoeling. En vervolgens kreeg hij de opdracht om de lichtunits aan te passen van de gerestylede DS3. Eveneens een tamelijk eenvoudige opdracht voor die persoon, Xavier Copin genaamd. Op dat moment 22 jaar. Maar toen kwam de grote uitdaging. Wat ze zeiden, het management zei, Xavier, bedenk eens magische lichten voor die nieuwe DS7. De eerste auto die zal worden gebracht onder het nieuwe merk DS. Ja, niet onder het sublabel DS, nee, onder het nieuwe merk DS. Ja, en Xavier die dacht van, magische lichten. Op dat moment had DS al een conceptcar in ontwikkeling en dat was de Wild Rubus. En die Wild Rubus die had lichtunits waar je ook mee kon spelen. Die had namelijk aan de bovenzijde van die lichtunits had die elementjes, lensjes, en die gingen dan één voor één naar beneden toe en daar kreeg je die lichtopbrengst door. Maar dat was een studiemodel. En de opdracht aan Xavier was, we moeten iets hebben dat ook nog eens een keer in productie zou kunnen gaan. Ja, en Xavier die dacht, oké, waar stond DS voor? DS, dat was natuurlijk die beroemde enorme slee uit de jaren 50, jaren 60. En die had meedraaiende koplampen. En meedraaiende koplampen, ja, dat is een element dat je vandaag de dag natuurlijk ongelooflijk veel ziet. En hij zat te denken, als we nou die techniek kunnen uitbreiden, die techniek kunnen gebruiken om die DS7 magische lichten te kunnen geven. Ja, en wat verzon Xavier? Wat als we nou het bereik van die sturende lichtunits kunnen vergroten? En dan ging je ermee aan de slag. En je hebt het al gezien. 180 graden draaien ze nu. Dus het was in de computer was het mogelijk. Op papier was het mogelijk. Maar hoe zat het nou eigenlijk in de praktijk? Ja, kon je zo'n lichtunit die dan bestond uit 5 losse elementen, waarvan je 1 component maakt, kun je die dan laten draaien? En wat deed Xavier? Die ging thuis aan de slag met technisch Lego. Die maakte heel zo'n unit waar zeg maar die letters DS op staan. Dat element, dat maakte die helemaal na van technisch Lego. Ja, en Xavier die ik onlangs sprak, die zei, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik de boardroom binnenstapte met mijn Lego constructie. Ik werd finaal uitgelachen. Ja, logisch, daar komt een jongen van 22, een stagiair notabene, komt met Lego binnen. En die is dan bezig met een project voor een serie product. Maar ja, toen hij zijn verhaal had gedaan, toen lachte niemand meer. Het was iedereen onder de indruk. En je ziet wat het resultaat is. Hè? Het is verwerkt in de lichtunit van die DS7 Crossback. Sinds zijn stageopdracht heeft hij een vaste baan bij DS.